Welkom bij de QR-code puzzeltocht van de Mariehoeve. Om deze tocht te kunnen doen heb je een aantal dingen nodig. Allereerst een mobieltje. Natuurlijk verbinding met wifi. Je hebt een platte grond nodig van dit terrein. En een kaart met 25 QR-codes. Verbinding van wifi kan via het netwerk van de Mariehoeve. Je hebt daarvoor een wachtwoord nodig en dat is internet@mh. En de letters MH zijn hoofdletters. Je hebt nu de gelegenheid om dat in te stellen. Ondertussen komen er wat beelden voorbij van de Mariehoeve. Plattegrond. We zitten nu in Utkiek en op de plattegrond vind je die Utkiek bij de letter U. In die ruimte zie je een rondje met het getal 1. Dat betekent dat dat de eerste QR-code is die je kan inscannen. Verder zie je op de plattegrond verschillende gebouwen en plekken waar je QR-codes kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld naar de deel. Je vindt er bij de letter D, die vind je terug in de legenda. Op de deel vind je 3 verschillende nummers. Dat betekent dat er dus 3 QR-codes te vinden zijn met 3 opdrachten. De volgorde van de QR-codes is niet belangrijk. Je kan overal beginnen, maar je moet uiteindelijk wel 25 QR-codes hebben gevonden. Je gaat nu naar de volgende site. www.opbezoekbijmaria.nl. Op bezoek bij Maria is aan elkaar geschreven. Eerst kom je bij een verhaaltje over de Mariehoeve. Dat kun je het beste overslaan aan het einde van deze film bekijken en lezen. Maar als je doorscrollt, kom je bij de plattegrond. En die kun je dan groter en kleiner maken voor de duidelijkheid. Ga nu verder naar beneden en dan kom je bij het woord registreren. Klik hierop. Nu wordt je naam gevraagd. Kan je eigen naam zijn of een verzonnen naam. Ook moet je 2 keer een wachtwoord invullen. Kies voor een makkelijk wachtwoord, bijvoorbeeld je eigen leeftijd. Je moet wel je naam en het wachtwoord goed onthouden. We gaan nu de eerste QR-code scannen. Pak je mobieltje en zoek een QR-code op dit blad. Scannen. Wacht tot je camera scherp gesteld is. Soms moet je een beetje naar links, naar rechts of naar boven of beneden bewegen. En dan krijg je het eerste verhaaltje met de foto. Zoek nu op de plattegrond het nummer van de QR-code en ga daar naartoe.
Als je op de plaats bent aangekomen, bekijk heel goed de foto en kijk of je die plek van de foto kunt terugvinden en lees het verhaaltje. Onderaan het verhaaltje zie je een lichtblauwe balk. In deze lichtblauwe balk vind je een opdracht. Als je die opdracht hebt gemaakt, krijg je een letter. Die moet je invullen in de quiz. Voor de quiz moet je verder naar beneden scrollen. Je komt nu op het woordje quiz. Hier klik je op. Dan kom je in een nieuw scherm. Soms moet je je naam en je wachtwoord invullen. Daarna klik je op OK en krijg je een melding dat de letter op de goede plaats komt te staan. Maak nu de volgende scan. Gebruik de plattegrond weer om het juiste nummer te vinden. Lees het verhaaltje, bekijk de foto weer heel goed en vul na de opdracht de letter op de goede plaats in de quiz. Als je het goed hebt gedaan, heb je nu na 25 QR-codes een zin gevonden. Je krijgt de eerste letter van ons, dat is nummer 16, de letter N. Dus de letter N op nummer 16. Ik zou zeggen, veel succes, ga aan de slag.